Waarom zijn succesvolle ondernemers zulke goede vragenstellers? Welkom bij deze vlogserie speciaal voor de bezoekers van zzpbarometer.nl. Mijn naam is Joël Aerts, ik ben auteur van het boek Ontwikkel je leiderschap. In dit boek beschrijf ik 14 krachtige principes voor het versnellen van je leiderschapsontwikkeling en je persoonlijke ontwikkeling. 6 weken lang ga ik je helpen met tips en inzichten hoe jij, specifiek als zzp'er, anderen kan betrekken bij jouw persoonlijke ontwikkeling. We hebben het in deze serie over 3 onderwerpen: feedback, advies en inspiratie. Dit is de 3e vlog en vandaag gaan we het hebben over advies en waarom succesvolle ondernemers zulke goede vragenstellers zijn. Larry King is een van Amerika's bekendste televisiepresentatoren. 35 jaar lang presenteerde hij het belangrijkste avondprogramma op CNN. King interviewde tijdens zijn carrière uiteindelijk meer dan 30.000 mensen. Tijdens een van de weinige interviews die hij zelf gaf, zei hij: "Ik herinner mezelf er elke morgen aan dat niets van wat ik vandaag zeg mij iets gaat leren. Dus als ik iets wil leren, dan moet ik het doen door te luisteren." Een van de manieren om je als zzp'er te ontwikkelen is door advies van andere mensen te vragen. Het klinkt eenvoudig, maar er is meer over te zeggen. Als je iets wil leren, moet je minder praten en meer en beter luisteren. Net zoals er een zee is aan feedback, zoals besproken in mijn vorige vlog, zijn er ook bergen van advies. Je moet er alleen wel gebruik van maken. En waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je, wanneer je wordt geconfronteerd met allerlei uitdagingen of kansen, alleen maar gebruik maken van je eigen hersenen? Waarom zou je niet profiteren van de kennis van al die mensen in jouw netwerk? Succesvolle ondernemers zijn in mijn ervaring bijna altijd goede vragenstellers. En ze luisteren ook nog eens aandachtig naar het antwoord. Wat is advies eigenlijk? Waar feedback is gericht op iets wat al gebeurd is, is advies erop gericht om je vooruit te helpen in een situatie die zich nu of in de toekomst afspeelt. Advies kan zowel specifiek zijn als generiek. Bij generiek advies kun je denken aan allerlei levenslessen, zoals je faalt pas wanneer je stopt met proberen. Of de reis is net zo belangrijk als de bestemming, je kent ze wel. Hoewel generiek advies soms ook heel nuttig kan zijn, denk ik dat specifiek advies voor concrete situaties meer helpt om je te ontwikkelen als zzp'er. Waarom? Omdat je heel vaak met concrete en uitdagende situaties te maken hebt en omdat advies dan een krachtige manier is om een doorbraak te realiseren. Serieondernemer Richard Branson vertelt graag het verhaal hoe hij ongeveer 30 jaar geleden in Griekenland was voor een seminar. De zaal zat vol met mensen uit het bedrijfsleven. En gedurende het seminar stelden veel mensen vragen aan Branson. Maar er was één meneer die steeds weer met hele goede vragen kwam. Uiteindelijk stelde hij meer dan de helft van alle vragen. Branson was onder de indruk van de jonge man en schreef zijn naam op: Stelios. Inmiddels beter bekend als de oprichter van EasyJet en nog tal van andere succesvolle bedrijven. Het loont dus om actief om advies te vragen. Een volwassen en zelfverzekerd mens durft iedereen over van alles om advies te vragen. Iets waar Richard Branson en Stelios het helemaal mee eens zullen zijn. In mijn volgende vlog ga ik het met je hebben over waarom wij zo slecht zijn in advies vragen, maar waarom we wel weer graag advies geven. Tot snel!